Dit is een interview in het kader van anders vasthouden in tijden van corona. Mijn naam is Jeroen Schumacher, freelance. En we doen interviews met zorgmedewerkers en maatschappelijk werkers en mensen die rondom de zorg zitten. En de kernvraag gaat telkens over van hoe doen we dat nou? Dat zorgen voor zorgmedewerkers. Dat is eigenlijk waar de focus op zit in deze. Goedemorgen, ik ben Molus Klaassen. Ik ben 29 jaar en ik werk als verpleegkundige in het zorghotel in Udesduin in Uden. En ja, we werken inmiddels, hebben we een corona-afdeling waarin we herstellende coronapatiënten, maar ook mensen verzorgen die helaas komen te overlijden aan corona. In het begin, toen we het te horen kregen, toen was ik heel erg bang en onzeker. En ik vond het heel erg spannend. Ik zat eigenlijk vol met emoties. En ja, je gaat je toch afvragen, ben ik wel goed beschermd? Wat betekent dat voor mijn omgeving? Worden zij niet ziek? Wat moet ik straks gaan doen? Gaat het ooit nog terug naar het oude? Er zijn allemaal dingen die je bezighouden. Maar inmiddels werken we met corona en ja, ik ben niet bang. Je bent helemaal beschermd en ja, ik vind het juist heel mooi om iets te kunnen doen voor de mensen die het nu zo hard nodig hebben en die heel kwetsbaar zijn. Normaal gesproken hadden we natuurlijk allemaal artsen die we kenden en nu hebben we allemaal artsen, bijna allemaal artsen die onbekend zijn en die, voor hun is het ook heel nieuw. Waarin we ineens een andere samenwerking hebben. En dat is wel heel mooi dat je die samenwerking met elkaar kunt opbouwen. En je hebt ook alle disciplines, de logopedist, de fysio, de ergo. Eigenlijk iedereen die normaal gesproken ook meewerkt in het revalidatieproces. Die heeft nu ook meegeholpen in het proces rondom de corona. Dat we vanaf het begin gewoon heel erg hadden het samengevoel. En dat was echt vanaf de housekeeping, zeg maar, die we normaal gesproken natuurlijk ook hebben in het zorghotel. En die we nu ook heel hard nodig hebben. Tot aan de receptie en alles wat ertussen zit, de horeca. Alles was meteen wel echt het wijgevoel. En dat is gewoon nog steeds heel fijn. En dat je dat ook echt samen draagt. Op het begin was ik daar heel erg bang voor. Dat ik dacht van... Oh, en ik mag straks niks meer en ik moet alles gaan vragen en mag ik zelf ook nog nadenken. En dat is gelukkig niet zo, uiteindelijk niet zo gebeurd en daar ben ik wel echt blij mee. Sowieso de eerste 2-3 weken hadden we in het restaurant, hadden ze een restaurant van Udesign, hadden ze een zeg maar, opvangplek georganiseerd. Daar had ook de hotelmanager mee geregeld en onze eigen zorgmanager. Dat je daar even een plek had van samenkomst. Daar stond wat drinken klaar en broodjes en soep en nog wat lekkers. En dat was wel een hele fijne plek om daar na je dienst even samen te komen. Want dan kon je net even iets meer overleggen met elkaar en sparren. En je kunt even je verhaal delen. Ja, ik heb zelf geen gebruik gemaakt van het praten met de psycholoog of met het maatschappelijk werk. Maar dan was het toch meer... eventjes na mijn dienst met collega's praten of vooral als ik ook thuis kwam met mijn vriend. Die werkt zelf ook in de zorg, dus die had wel, die heeft dan toch meer het idee wat er speelt. En dat was wel heel fijn. Of ik had het even over of ik belde even met een vriendin of zo. Dan, ja, dat zijn wel fijne momenten of eventjes met je ouders. Voor mijn ouders was het denk ik wel een beetje een eye-opener, dat ze zoiets hadden van wow, het is dus wel heel erg heftig. Want zelfs als onze dochter erin gaat werken, dan is het wel heel erg dichtbij. En die vonden het juist wel heel knap en die hadden er ook zeker vertrouwen in dat ik dit kon. Mooi. En mijn vriend die was wel een beetje van, had ik het zelf maar, dan had ik jou hiervoor in bescherming kunnen nemen. Ik denk wel, als je echt... bijvoorbeeld een overlijden hebt meegemaakt, dat je dat even bespreekt met je collega's die de volgende dienst van je aannemen. En van, ja, daar heb ik wel een paar keer meegemaakt dat ik daar wel een beetje vol van zat. Dat gewoon de situatie best wel hartverscheurend is als mensen komen te overlijden en er is geen familie bij. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel problemen mee. In het begin dan wel, dat was echt een
achtbaan van emoties, zeg maar. En nu, ja, ik ben gewoon heel erg blij dat ik iets voor die mensen kan doen. Ik ben ook niet bang in de zorg, zeg maar. Het is niet dat ik afstand neem omdat ze corona hebben. Nee, ik ben al beschermd en dan maakt het me ook niet uit dat ik wat dichterbij kom. Maar ik denk wel dat het fijn is om gewoon het hele proces nog eens een keer goed te evalueren. Van wat is er goed gegaan en wat ging er nou minder goed en wat hebben we ervan geleerd. Maar ik denk zeker wel voor andere collega's dat die het wel heel fijn vinden om eventjes hun verhaal te kunnen doen. En te kunnen zeggen hoe hun het nou hebben beleefd. Zal ik je helpen? Je voelt je zo alleen. Geef me jouw hand maar. We komen er wel doorheen. Je hoeft niks te zeggen. Je bent niks verplicht. Ik wil er gewoon zijn, zodat het jou verlicht. Dan draag ik ook een stukje en delen we de pijn. Dat gaat samen veel beter. Je hoeft niet alleen te zijn. Nou, dat vond ik wel een heel mooi stukje eigenlijk. Wat wel heel erg op mij staat, zeg maar, hoe ik ben en wat ik voor de patiënt wil betekenen.